En in aanloop naar de eindexamens worden er mogelijkheden bekeken om de examenklassen van VOJ en VOS fysiek onderwijs te laten volgen. Dit haalde minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren aan in de Nationale Assemblée. Het ministerie is hierover in overleg met de autoriteiten van Volksgezondheid. Het streven is om de examens fysiek af te nemen in kleine groepen. Uitsluitend als dit mogelijk is. Op het VOS-niveau zullen net als vorig jaar afsluitende toetsen worden afgenomen. Ik breng u in herinnering dat wij in het nieuw onderwijssysteem eenmaal geteste leerstof niet opnieuw testen. De examens gaan over de leerstof van het laatste kwartaal. Op de vraag van mevrouw Losje, opvatting van de kinderarts, de opvatting van de bekende kinderarts zou suggereren dat er geen reden zou moeten zijn om de school op bepaalde momenten te sluiten. Wat is de reactie van de minister hierop? Voorzitter, het veiligheids- en gezondheidsaspect met betrekking tot de volksgezondheid is een aangelegenheid van de gezondheidsautoriteiten. Indien door de gezondheidsautoriteiten wordt vastgesteld dat de gezondheidssituatie van dien aard is dat de scholen kunnen worden opengesteld, zal dat ook geschieden. In het basisonderwijs zal er doorstroming plaatsvinden van leerjaar 1 tot en met leerjaar 7 door middel van een voortgangsrapport. Leerlingen van leerjaar 8 zullen alleen de toets in taal en rekenen afleggen. De leervakken worden niet getoetst. De beoordeling zal middels een diagnostische rubriek plaatsvinden. Een rubriek, dat is een cijfer met gedetailleerde uitleg over hoe het cijfer tot stand is gekomen. Deze beoordeling is bedoeld om de beginsituatie voor leerjaar 9 vast te stellen. In de meeting met de onderwijscommissie heb ik uitgebreid uitgelegd dat er overwogen wordt om 2 brugjaren in te lassen, namelijk leerjaar 9 en 10. Dat is gewoon de overgang van de 6e klas lagere school naar de 7e klas en van de 7e klas naar de 8e klas. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze liet ook weten dat de regering overweegt om free data voor afstandsonderwijs ook beschikbaar te stellen voor niet-telesuurgebruikers.